Ja, gezellig natuurlijk, Lowlands vanmiddag. We gaan eens kijken, want ik begreep dus, Jamila, dat je op het verkeerde terrein terecht bent gekomen. Je zou eigenlijk naar de naakshoot voor de kalender gaan. Maar ik zie die meneer die naast jou staat, die staat in een shirt. Dus dat klopt niet helemaal. Hij is niet naakt op dit moment. Nee, dat klopt, want die fotografen heb ik nog niet gevonden. Maar ik heb wel iemand hier gevonden die gewoon, net als meerdere mensen, gewoon op de camping is in plaats van op het festivalterrein. Dus ik ben benieuwd waarom. Wat is er nu op het festivalterrein waar je heen wil? Helemaal niks. Nee? FKJ gaan we zo heen. Maar gisteravond was veel te leuk. Dus jij dacht, ik wacht nog even. Ja, je moet een beetje slapen toch? Ja. Ik ben pas vanaf 2 uur wakker. En het is nu, is het 3 uur, 3:30, zoiets? Ja. Dan gaat het goed. Dan komen we er wel. Wat heb je gisteravond al gedaan? Ja, een armadillo bier gesopen. Tot 9 uur of zo. Dus dat was jouw eerste festivaldag? Ja. En dat was echt niet goed, maar wel heel leuk. Mm. En van waar het hoedje? Ik heb altijd een mooie sombrero op Lowlands eigenlijk, maar ik ben niet vergeten. En toen kwam iemand opeens aan van, ik heb een sombrero voor je. Hoeveelste editie is dit dan? 8. En was het weer even wennen of zat je er meteen weer lekker in? Nou, even door, zat je er meteen weer lekker in? Ja, ik heb Down the Rabbit Hole gehad een paar maanden terug. Dus dat was inkomentje om in te komen voor Lowlands. Maar we zijn er helemaal. En wat ga je dan zo dadelijk doen? Ja, even naar het terrein toe, even wat kebab eten of zo. En een paar optredens checken, maar dat boeit me allemaal niet. En hoe bevalt de camping tot nu toe? Altijd goed. Ja? Dat is waarom ik hier ben. Gewoon lekker op de camping zitten, lekker chillen. En de toiletten, douches, is oké? Okay? Douchen hoeft niet. Dat is maar een weekendje. Nee, precies. Hij snapt het. Je kan gewoon lekker het hele weekend niet douchen. En dan kom je thuis en dan stink je als een motherfucker. En dan ga je lekker douchen. Want elke ochtend staat er zo'n belachelijke rij met mensen die gewoon echt slecht gaan en graag willen douchen. Denk van, gaan we toch niet heen? Jij kiest de easy way weg. Ja, ik doe soms wel, maar dan is het 5 uur 's ochtends of zo. Dan is er niemand. En dan is, nu is het ook chill. Ja. Nu is er niemand, maar iedereen gaat altijd om 12 uur 's ochtends proberen te douchen. En iedereen staat een uur lang in de rij slecht te gaan. En dan moet je het helemaal niet hebben. Nee. Gewoon lekker stinken. Jij pakt het gewoon relaxed aan. Ja. Nou, heel veel plezier dan nog. Dat komt helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga mijn homie ophalen. Wij gaan naar de Bravo toe. Maar wij gaan even kijken of we de fotograaf alsnog kunnen vinden van de naaktkalender die hier gemaakt schijnt te worden. Dus we gaan bij de Adonis in de buurt. Wil maar doorpraten. We gaan eens kijken. Ja, hartstikke goed. Dankjewel. Je ruikt hem hier, wil ik bijna zeggen. Ja, Jamila, ruik je hem al een beetje? En zijn we op air? Zijn we nog live? Nee, we zijn nog live. Je ruikt hem nou, niet. Nou, dat valt mee hoor. Oh, het valt mee. Nee. Okay. Nou, Jamila, we gaan zo direct weer komen weer even bij je terug. Jamila, die dus op camping 2 staat bij Lowlands. Een jongen met een heel klein sombrerootje tegenkwam. Ja, als een soort feestmutsje op. En stinken als een motherfucker. Ja, we houden hem erin.